Omdat ook in de moskeeën rekening gehouden moet worden met de COVID-maatregelen, adviseert de Surinaamse Islamitische Vereniging, SIV, dat haar leden bij de start van de Ramadan het liefst thuis vasten en bidden. SIV-voorzitter Robert Biepert zegt dat de vastenmaand gisteren na zonsondergang is ingegaan. De COVID-maatregelen zijn iets wat versoepeld voor gebedshuizen, maar de diensten moeten nog steeds onder minimale bezetting plaatsvinden. Biepert is het ermee eens dat geestelijke leiders moeten toezien op de naleving van de COVID-protocollen. Nou, we zijn onder bijzondere omstandigheden waar we dus geen optimaal gebruik kunnen maken van onze gebedshuizen. Dus het zal voornamelijk thuis in gezinsverband, klein familieverband of met de mensen thuis moeten geschieden. En, maar daar zijn er ook voorschriften voor, dus het is niet dat het onmogelijk is. Ten alle tijden dienen we ons te houden aan de voorschriften die de autoriteiten doen uitgaan. En in dit geval gaan we dus de traditionele gebeden, de zogenaamde tarawih gebeden, die we dus 's avonds in de moskee verrichten na het ontvasten, dat gaan we dus niet kunnen doen. We kunnen dat thuis doen in een klein verband, in gezinsverband. En individueel kun je dan ook gewoon bidden, dus dat is geen probleem. Wij hebben dus in de islam geen priester nodig om te bidden. We bidden voor onszelf. Dus dat maakt het wat makkelijker natuurlijk. De SIV-voorzitter zegt dat het besluit van de regering is meegenomen dat ambtenaren die vasten om 1 uur van het werk mogen vertrekken. Maar in feite moet je als moslim je gewone werkzaamheden normaal door blijven doen. Toch? Het vasten mag je niet ervan weerhouden om je zaken niet te doen. Toch? Want dat geeft juist die beproeving weer. Maar goed. Het is meegenomen. Het is, we zeggen de minister ook dank voor het begrip van die kant uit, natuurlijk. Maar in principe is het dat wij dus eigenlijk gewoon ons normale leven ook door moeten uitoefenen. In sommige moslimlanden wordt er vakantie gegeven tijdens de Ramadan, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Want in principe toon je juist door de normale zaken die je zou moeten doen, om die door te doen, dat je dan echt met die intentie bezig bent te vasten. Je mag bijvoorbeeld het vasten niet misbruiken als reden om bepaalde dingen, om niet aan het werk te verschijnen. Toch? Dus, maar goed, maar desondanks zijn we dankbaar voor. Tot zover Robert Biepert, voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging. De vastenmaand Ramadan valt dit jaar samen met de viering van het Hindoefeest Navratri, het festival van de 9 nachten.